Lieve familie en vrienden hier in de kerk en ook thuis met ons verbonden. Namens de kinderen en de kleinkinderen van harte welkom in deze dienst van woord en gebed voorafgaande aan de begrafenis van Leendert van Os. En voordat wij deze dienst verder voortzetten, willen wij eerst meneer van Os in ons midden brengen. En terwijl hij zal worden binnengebracht, hoort u de klanken van het lied Vaste Rots van Mijn Behoud. En wil ik u vriendelijk vragen, voor zover dat voor u mogelijk is, om op te staan van uw zitplaatsen. Dank u wel, u mag uw plaatsen weer innemen. In deze dienst hoopt voor u voor te gaan dominee Dekker en aan hem wil ik ook de leiding van deze dienst verder overdragen. Lieve mensen, de afgelopen dagen werd het volgende bericht rondgestuurd. Verdrietig laten wij u weten dat na een periode van afnemende krachten en gedachten, waarbij het loslaten voor hem heel moeilijk was, van ons is heen gegaan onze lieve vader, schoonvader en opa, Leendert van Os. Leen. Sinds 24 september 2002 weduwnaar van Leni van Os Noordam. En hij overleed op de leeftijd van 93 jaar. En dit bericht werd rondgestuurd door jullie, de kinderen, Martin, Helene, Peet. En de kleinkinderen Elise en Teun. Laura en Rick, Melanie en Sven, Patrick en Ole. En zo zijn wij hier vanmiddag samen om straks Leendert van Os
te begeleiden naar zijn laatste rustplaats hier op aarde. Wat goed dat er vrijdagavond bij het condoleren, maar ook vanmiddag hier in de kerk, velen aanwezig zijn. Om de kinderen en de kleinkinderen te ondersteunen, te bemoedigen, op de weg die ze moeten gaan, zo aanstonds, bij dat laatste afscheid van hun vader en van hun opa. Maar we zijn hier vanmiddag in de kerk, in het huis van de Heer. En dat houdt ook in dat wanneer we afscheid nemen van Leendert van Os, van jullie vader en opa, dat we daarbij zijn leven mogen stellen in het licht van God. Die God die gezegd heeft, mijn genade is u genoeg. Een woord dat trouwens ook boven de rouwbrief staat. We mogen en we kunnen elkaar tot steun zijn. Bemoedigen, soms zelfs troosten. En samen zoeken we hier in de kerk met elkaar onze troost, onze bemoediging bij de Heer, onze God. Zoals we dat straks ook zullen uitspreken bij bemoediging en groet. En tegelijk om tegen elkaar te zeggen, we staan oog in oog met de dood. Maar onze Heer en onze Verlosser leeft. Leeft in eeuwigheid en schenkt aan allen die in hem geloven eeuwig leven. Zingen we nu samen met elkaar hier in de kerk. God is tegenwoordig. God is in ons midden. Laten we een moment stil zijn en ons richten op de Heer, onze God.
Ons richtend op God spreken wij uit dat onze hulp en onze verwachting is van Hem, die hemel en aarde gemaakt heeft, die eeuwig trouw is en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is te doen. En in zijn naam mag ik u allen groeten, genade, barmhartigheid en vrede, zei u, van God de Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. De kleinkinderen zullen nu de vier gedenkkaarsen aansteken aan de grote paaskaars die symboliseert de aanwezigheid van Jezus Christus, het licht der wereld. En ze zullen met ons herinneringen aan opa delen. Mag ik jullie vragen om naar voren te komen en jullie gedenkkaarsen aan te steken en je herinneringen uit te spreken? Als kleinkinderen willen we graag onze herinneringen aan opa met jullie delen. Zelf heb ik hele mooie herinneringen aan onze bezoeken bij opa en oma, aan hun huis aan de Maas. Wat hebben we daar veel gespeeld met z'n viertjes? Als kleinkinderen waren we vaak aan het kleuren aan de tafel. En in de zomer konden we zwemmen in de Maas. En zaten we op de schommel aan de zijkant van het huis. Moesten we eerst tussen alle spinnenwebben door. En renden we van bovenaan de dijk in de armen van opa of oma. En het is fijn dat opa zo lang van deze mooie stek heeft kunnen genieten. Verder zal ik mijn opa herinneren als een echte zoete kou. Hij verslond Mona-toetjes, die puddingtjes. En ook het toetjesbuffet bij onze jaarlijkse familiebrunch bij Van der Valk was voor opa niet veilig. Bij het openen van het buffet stond hij altijd pal vooraan tussen alle kleine kinderen om zijn bordje vol te scheppen. Toen ik vorig jaar onverwachts bij opa langskwam en ik hem niet thuis aantrof, had ik wel een idee waar ik hem kon vinden. En ja hoor, daar stond hij. In het vriesvak in de supermarkt, tussen de frituursnacks en de ijsjes. We hebben daarna samen een lekker kroketje gegeten en wat gekletst. Ondanks dat opa toen al steeds verwarder was, was het eigenlijk een heel fijn moment samen dat ik koester en mee wil nemen om opa aan te herinneren. Ook ik heb een aantal mooie herinneringen aan de tijd dat u aan de Maas woonde. Zo kon ik niet wachten tot de tijd weer was aangebroken dat we weer pruimen konden plukken van uw pruimenboom. En keek ik altijd maar al te graag door uw verrekijker naar de overkant van de Maas en naar de voorbijvarende boten. Het was moeilijk om u vooral de laatste maanden zo achteruit te zien gaan in het verzorgingstehuis. Maar tegelijkertijd maakte dat de bezoeken aan u wel nog waardevoller. U genoot er zichtbaar van als we er waren, af en toe ook in het gezelschap van uw naamgenoot erbij. En zeker toen Sven voor u bad, leefde u helemaal op. Lieve opa, we hopen dat u nu een mooie plaats in de hemel heeft gekregen. Opa heeft lang eigenlijk een heel fit leven gehad. Zo had hij nog steeds zijn auto toen hij 90 jaar oud was. Ook al gebruikte hij de auto niet zo heel veel meer. Het opgeven van de auto was voor hem best wel lastig, omdat het betekende dat hij daarmee een stukje onafhankelijkheid moest inleveren. Hij vond het dan ook een geruststelling dat ik de auto ging overnemen.
En ik rijd er eigenlijk met heel veel plezier in. In 2 jaar tijd dat ik hem heb, heb ik eigenlijk al veel meer gereden dan in de 16 jaar dat hij die auto heeft gehad. Dus het is goed dat de auto wat actiever gebruikt wordt. Elke keer vroeg hij ook, als wij hem zagen, ben je nog wel blij met de auto en doet hij het nog goed? En daar was altijd mijn antwoord op, ja, dat doet hij. Opa die maakte zich eigenlijk soms veel meer zorgen dan nodig was. En dat was voor ons soms lastig om mee om te gaan, maar eigenlijk was dat het allerlastigste voor hemzelf. Ook was opa eigenlijk overal op voorbereid en had hij allerlei spullen in huis voor het geval dat. Wat Laura ook al zei, hij was een echte zoete kou, dus hij had veel zoetigheid in huis. Maar ook de snoepjes, gebak, chips, advocaatjes, die ontbraken niet. Net als alle andere huishoudelijke producten die er ook in overvloed waren. En de batterijen, de wasmiddel, al dat, dat spul, dat kunnen wij eigenlijk nog heel lang gebruiken. Wat voor mij ook een hele mooie herinnering is, is dat wij heel veel meubelstukken in het huis hebben van opa en oma. En elke keer als je dat ziet, dan geeft het best wel een speciale herinnering. En zo zullen we hem eigenlijk ook altijd herinneren. Zoals al gezegd werd, werd opa op het einde steeds meer verward. Maar het hele bijzondere was dat moment dat we hem voor het laatst zagen. Dat het afscheid eigenlijk heel helder was. Hij wist wat er ging gebeuren. Hij wist dat hij zou gaan sterven. En heel helder kon hij tegen ons zeggen, het gaat jullie goed. En datzelfde zeggen wij vandaag ook terug. Opa, het gaat u goed. Jullie bedankt voor het aansteken van de kaarsen, maar meer nog. Voor de herinneringen die jullie met ons aan hem hebben willen delen. Dan is het woord aan Martin. Leendert van Os, roepnaam Leen, wordt geboren op 6 februari 1931. Zijn vader is Martinus van Os, geboren in 1891 en deze overlijdt als Leen 3 jaar oud is, op 3 april 1934. Hij is dan pas 42 jaar oud en was destijds sigarenmaker van beroep. Hij had een klein sigarenfabriekje in Andel. Leen zal later van zijn vader zeggen dat hij hem nooit gekend heeft. Zijn moeder is Hendrika Gijsbertje Pelikaan. Zij is geboren in 1892 en zij zet na het overlijden van haar man het sigarenfabriekje voort. In het gezin van Os was er ook nog zijn oudere zus Co. Zij is geboren in 1928. Ze scheelde ongeveer 3 jaar in leeftijd. Co is nog niet zo lang geleden, in februari 2023 overleden. Nadat zijn moeder het sigarenfabriekje met als weduwe enkele jaren had voortgezet, hertrouwde zij in 1938 met een weduwnaar, Lambertus van de Zand. Lambertus was toen 51 jaar oud en had zelf ook al 2 al wat oudere kinderen, zoon Jo en dochter Corrie, die ten tijde van zijn huwelijk met onze oma inmiddels al uitgevlogen waren. Zijn zoon Jo kreeg 2 zonen, Bertus in 1943 en Hans in 1945. Kleinzonen Bertus en Hans bezochten hun opa en oma in Andel regelmatig. En vooral kleinzoon Bertus was met grote regelmaat in Andel te vinden. Aan het handje, met Co en Leen naar de Rib in Andel, was dan een geliefd wandelingetje. Stiefvader Lambertus overlijdt in 1955 op 68-jarige leeftijd. Oma van Os bleef als weduwe achter. Later gingen haar dochter Co en schoonzoon Jan bij haar inwonen. Oma van Os blijft tot kort voor haar dood in september 1986... Ze is dan ook ruim 93 jaar oud bij Co en Jan in huis. Leen volgde de school met een Bijbel
zoals dat toen zo mooi heette, in Andel en ging vanaf september 1943 in de oorlogsjaren naar de christelijke ULO in Gorkum. Hij reed daar naartoe op de fiets van zijn overleden vader, die hem eigenlijk veel te groot was. De brug over de Merwede was er toen nog niet, dus de oversteek over de rivier moest met een passagiersschip, die als pontdienst deed, gemaakt worden. Op dat passagiersschip, dat de Jannie Hudi 4 heette die boot, gaat het op 8 maart 1944 vreselijk mis bij de overtocht van Gorkum naar Woudrichem. Hoewel op het dak van het schip een grote vlag van het Rode Kruis gespannen was, zag een Engels jachtvliegtuig het schip aan als een boot van de Duitsers. De boot werd tijdens een luchtaanval beschoten door het jachtvliegtuig en er vallen die dag 6 doden op het schip. Waaronder een klasgenootje van Leen die ook uit Andel kwam, een meisje van destijds 13 jaar. Ook de kapitein van de pont komt bij de aanval om het leven en het schip dreef stuurloos op de Merwede. Met de stoomfluit werd alarm geslagen en een vrachtschip dat vanuit Nijmegen kwam langs zij en bracht de Jannie Hudi terug naar Gorkum. Leen kwam er bij de luchtaanval heel goed van af. Hij had alleen een lekke band van zijn fiets omdat daar een kogel doorheen was gegaan. Ondanks dit gebeuren vervolgt hij wel de ULO, maar als het front van de oorlog in de winter van 1944 op 1945 wel heel dicht in de buurt van de Andel komt te liggen, moet het gezin evacueren naar Friesland. De gezinsleden worden niet allemaal bij elkaar in één gezin ondergebracht. Leen komt na wat omzwervingen in Friesland terecht bij de familie Nijdam in Wommels. Hij heeft daar een hele goede tijd gehad en heel lang vriendschappelijke banden met de familie Nijdam onderhouden. Hij kon daar uitgebreid over verhalen. Na de oorlog komt het gezin weer terug in Andel. Het huis blijkt dan leeggehaald te zijn en inmiddels woont daar iemand anders in hun huis. Hoe dat vervolgens precies opgelost is, weet ik niet, maar uiteindelijk kon het gezin hun eigen huis weer betrekken. Vrij kort na de oorlog, ergens in augustus 1946, gaat Leen werken bij de Belastingdienst in Gorkum. Hij moet tijdens zijn werkzame periode bij de Belastingdienst ook nog in militaire dienst. Hij werd gelegerd in Venlo en ondanks die militaire diensttijd zette hij wel zijn opleiding bij de Belastingdienst voort. In zijn vrije uren als dienstplichtig soldaat was hij druk met studeren en kreeg hij zelfs verlof om examen te doen, waar hij tot verrassing van velen nog voor slaagde ook. Leen zou zijn hele werkzame leven bij de Belastingdienst in Gorkum blijven werken, ruim 41 jaar. In die tijd kon je al vroeg met de VUT, vanaf zijn 56ste jaar, dus vanaf 1987 genoot Leen al van zijn pensioen. Hij is een hele dure klant van het ABP geweest. Aan het eind van de jaren 50, en Leen rijdt dan inmiddels motor, leert hij Leni Noordam kennen. Leni was de dochter van Pieter Noordam en Johanna Maria Ooms, een trotse boer uit Nieuwkoop met een prachtige oude statige boerderij. Menig rit op de motor naar Nieuwkoop volgde. En tijdens een van die ritten in de winter geraakt Leen met motor en al van de weg en rijdt hij de Ziende in. Een klein naast de weg gelegen riviertje. Gelukkig loopt het allemaal goed af en in 1959 trouwen Leen en Leni en vestigen ze zich in Andel aan de Hoge Maasdijk. Er was een huisje aan de dijk vrijgekomen van een overleden kinderloze oom en destijds werd besloten dat Leen dat huisje dan maar moest kopen. En zo geschiedde. Uit het huwelijk tussen Leen en Leni worden 2 zonen geboren. In mei 1960 komt Martin, degene die nu voor u staat, ter wereld. En in oktober 1961 volgt Peet. Leen vervulde gedurende zijn leven een flink aantal bestuursfuncties. Hij was ook actief in het kerkelijk leven in Andel. En later was hij een betrokken lid van de protestantse kerk Uitwijk Waardhuizen. Verder was hij actief voor het Andels Fanfarekorps als paukenist. Zat in het bestuur van de basisschool in Andel en later in het bestuur van het voortgezet onderwijs De Wegwijzer in Sleerwijk. Hij maakte ook deel uit van de plaatselijke politiek als lid van de gemeenteraad voor de toenmalige CAU in de gecombineerde gemeente Andel-Giessen-Rijswijk. De CAU ging later op in het CDA en de gemeente Andel-Giessen-Rijswijk ging later op in de gemeente Woudrichem. En ook voor het CDA zou hij nog jarenlang als raadslid van de gemeente Woudrichem optreden. Het heeft hem zelfs nog eens een koninklijke onderscheiding opgeleverd. Iets waar hij stiekem apentrots op was. Hij zat namens de gemeenteraad in allerhande commissies en vervulde allerhande streekgebonden functies. De lijst met functies is lang en ik zal u niet vermoeien met al zijn commissies en besturen. Maar één wil ik er nog wel benoemen.
Hij maakte deel uit van het bestuur van de bejaardenstichting en was zodoende medebestuurslid van Wijkenstein, waarvan hij toen nog niet kon bevroeden dat hij daar de laatste periode van zijn leven zou doorbrengen. Hij was inmiddels toch al zeker 78 toen hij zijn bestuursfuncties neerlegde. Naast het vervullen van bestuursfuncties waren muziek en dansen twee passies van Leen. In de woonkamer stond een groot formaat Johannesorgel waar hij heel veel uren achter heeft doorgebracht. Hij ging dan ook graag met de organist van deze kerk, Hans van Oudheusden, ging hij op stap en samen hebben ze menig kerkorgel binnen en buiten de regio bespeeld. En zo meteen, na afloop van dit in memoriam, zal Hans speciaal voor Leen een stukje orgelmuziek ten horen brengen. Naast het spelen op het orgel was zingen in het christelijk mannenkoor Altena een grote liefhebberij. Hij is jarenlang lid gebleven van dit koor. En waar hij ook jarenlang plezier aan beleefd heeft, is het bezoeken van kerkorgelconcerten. Hij was bevriend geraakt met iemand die ik eigenlijk alleen maar onder zijn bijnaam Stuf kende. En ze hebben jarenlang samen vele kerkorgelconcerten bezocht. Ook dansen was een passie van Leen. Hij is ooit samen met zijn buurmeisje danslessen gaan volgen. En toen hij de smaak eenmaal te pak had, heeft hij met zijn vrouw Leni menig dansavondje bezocht. Ondertussen waren de beide zonen uitgevlogen en getrouwd. Beide kregen twee kinderen, zodat hij zich opa kon noemen van drie kleindochters, Elise, Melanie en Laura, en één kleinzoon, Patrick. Verder mocht hij zich gedurende de laatste 24 jaren van zijn leven gelukkig prijzen met zijn schoondochter Helene, op wie hij zeer gesteld was. In het jaar 2002 kreeg Leen het heel erg moeilijk. Zijn lieve vrouw Leni bleek ongeneeslijk ziek te zijn en zij stierf na een moeilijk ziekbed in september 2002. Leen heeft in die moeilijke periode alles gedaan wat hij kon om zijn vrouw en onze lieve moeder zo goed mogelijk te verzorgen. Hij heeft ervoor kunnen zorgen dat zij tot haar dood in huis kon blijven en zij is ook in haar eigen huis uiteindelijk overleden. Als weduwnaar moest Leen vanaf 2002 alleen verder. De beide zoons woonden weliswaar niet ver uit de buurt, maar hij was een man die graag zijn eigen boontjes dopte. We hebben menigmaal ons hart vastgehouden als hij weer eens op de oude houten ladder meende dat hoognodig de dakgoten aan de achterkant van zijn huis uitgehaald moesten worden. En degenen die het oude huisje aan de Maas nog kennen, die weten dat dit niet zomaar een hoge dakgoot is. Nee, deze was wel rond de 5 of 6 meter hoog. Uiteindelijk blijft Leen tot in 2020 in Andel aan de Hoge Maasdijk wonen. Het was daar dan ook een prachtige plek, zo aan het water. Een flinke tuin aan de achterkant van het huis, een steiger met een bootje. Want vergis u niet, Leen was ook nog schipper. Geen hele beste weliswaar, maar hij had een speedboot. En daar mochten wij eigenlijk nooit van hem te hard mee varen, want daar was het allemaal maar niet voor gemaakt, zei hij. Maar er was ook een zeilboot waar vooral Peter zijn hart aan kon ophalen. En er was na het inruilen van zijn speedboot een klein jachtje, een Shetland. Een klein polyester scheepje met een kajuitje waarin je zou kunnen slapen als je dat zou willen. Bij mijn weten is het daar echter nooit van gekomen, want zoals ik al zei, die schipperspet stond hem niet zo best. Varen had meer weg van stressen dan van genieten. En voor onze moeder was met al dat gestrest de lol er al wel snel weer vanaf. En als ik het over stress heb, dan heb ik het ook over een andere eigenschap van Leen. Hij was punctueel en nauwgezet, hield er een enorme boekhouding op na, waarin tot detail alle inkomsten en uitgaven beschreven werden, waarin hele begrotingen voor de komende week, maand, zelfs het jaar uitgewerkt werden. Stress had hij ook van zijn zorgen. Hij kon zich doorlopend zorgen maken over al het denkbare en ondenkbare heil wat de mens ooit op zijn pad zou kunnen krijgen. Onheil wat vervolgens nooit kwam. Maar hij was er wel op voorbereid. De hoge bomen achter zijn huis die waren een grote bron van zorg. Zijn gezondheid was een grote zorg. De medische encyclopedie, hij kende die zowat uit zijn hoofd. En heeft menig artsenbezoek uit voorzorg gebracht. Zodanig dat de arts eens verzuchtte wat hij kwam doen. Dat was er alleen voor zieke mensen. Autorijden, dat was ook een zorg. Hij was zeer voorzichtig in het verkeer. En als er een bezoek aan Nieuwkoop gebracht ging worden, of waarheen dan ook, dan moest moeder de hectometerpaaltje stellen, zodat hij wist waar hij was als hij eens pech zou krijgen, of als er onderweg iets zou gebeuren. Ik herinner me dat ik een keer bij uitzondering zijn auto mocht gebruiken en in het dashboardkastje een plakkaat vond met erop de tekst: let op, deze auto is gestrand. Hij had zich daarmee voorbereid op een eventuele sneeuwstorm,
Je kunt tenslotte nooit weten of je niet ingesneeuwd raakt. En over voorzorg gesproken, zijn mobiele telefoon, die hij nooit gebruikte, die had een beltegoed van vele honderden euro's. Allemaal voor het geval dat. In 2020 is de tijd aangebroken dat Leen zijn huisje aan de Hoge Maasdijk moest verlaten. Het ging eenvoudigweg niet meer vanwege zijn hoge leeftijd. Hij kwam in Woudrichem in de Citadel te wonen, een woonzorgcomplex vlakbij Helene en mij. Dat was handig voor hem, want als er wat met hem zou gebeuren, dan waren we dichtbij. En dat hebben we geweten. In de 3 jaar dat hij daar toch nog met veel plezier gewoond heeft, ging zijn gezondheid en dan met name zijn geestelijke gezondheid steeds verder achteruit. Langzaamaan kwamen er dementiële klachten opzetten. Bij onze bezoeken troffen we steeds vaker een verwarde man aan. Een man die zich doorlopend grote zorgen maakte. Zorgen, want hij kreeg in zijn enorm uitgebreide boekhouding niet meer kloppend. Nachten heeft hij eraan gespendeerd. Zorgen of hij wel genoeg te eten had. Dus ging hij maar weer naar de winkel om inkopen te doen. We troffen op een gegeven moment tientallen pakken koffie en suiker aan. Flessen wijn, honderden en honderden kopjes koffiemelk. We vonden broden op de gekste platen, netten vol mandarijnen, scheermesjes, scheerschuim, shampoo. En waar hij dat ooit voor nodig had, dat ontging ons, maar hij had het. Douchschuim, ga zo maar door. We konden vrijwel wekelijks grote stapels bedorven voedsel weggooien. In die tijd hebben we als gezin tenslotte begeleiding gekregen van een dementiecoach die ons hielp met het omgaan met zijn aandoening en die uiteindelijk, toen het echt niet meer ging, een plaatsje voor hem vond in Wijkenstein, afdeling De Haven. Hij was daar op zijn plaats, maar ach, wat vonden we het moeilijk om hem daar naartoe over te brengen en hem daar achter te laten. Het is dat ons verstand ons vertelde dat hij daar op de goede plaats was, maar het voelde ook aan alsof we hem iets onmenselijks aandeden. Maar wij zijn uitermate dankbaar voor de goede zorgen die hij daar kreeg en die wij hem niet meer konden bieden. De medewerkers verdienen een groot respect voor hun niet-aflatende zorg voor de bewoners van de afdeling De Haven en voor de inspanning die zij iedere dag verrichten om het leven voor hun bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Verder zijn wij dankbaar voor de bezoeken die namens de protestantsgemeente Uitwijk Waardhuis aan hem zijn gebracht en voor de bijstand van de geestelijk verzorger van Wijkenstein. Ook dank aan alle familieleden, vrienden en kennissen die hun belangstelling voor Leen hebben getoond, zowel bij leven als nu, door middel van kaarten en berichtjes, door uw aanwezigheid bij de condoleance of uw aanwezigheid bij deze uitvaart. Een speciaal woord van dank aan Henk Verhoeven van Kamsteeg Uitvaartzorg en aan dominee Dekker. Beiden willen wij hartelijk danken voor hun begeleiding voor ons in deze afgelopen dagen. Voor pa is zijn levensweg nu ten einde gekomen. De laatste periode was moeilijk voor hem. Hij begreep het allemaal niet meer wat er om hem heen gebeurde. Zei dan, ach, ik geef het maar over. Maar ondertussen kon hij dat dan toch niet. De laatste weken en dagen zijn een strijd geworden. En wij zijn dankbaar dat die strijd nu ten einde gekomen is en dat hij rustig is kunnen inslapen. Zijn leven was voltooid. Rust zacht, pa.
Martin, bedankt voor het in memoriam en Hans, bedankt voor je prachtige orgelspel. Zullen we samen bidden? Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, we zijn hier samen om afscheid te nemen van een vader, een opa, een familielid, een broeder, een vriend, een kind van u, Leendert van Os. En dan dat afscheid nemen, dat is best lastig. Dat doet pijn. Dat doet zeer. Afscheid nemen van iemand die zo lang een plaats had in ons leven. Afscheid nemen van iemand die ook zoveel inzet heeft getoond in zijn leven. Iemand die altijd bezig was en nu roerloos in ons midden is. Hier, en dan mogen we hem gedenken. En zo zijn er ook woorden gesproken van herinnering door de kleinkinderen en door Martin, maar ook namens Peet en namens Helene. En ook daarvoor willen wij u danken. Voor al die herinneringen die zij met zich mee kunnen dragen. Herinneringen die blij stemmen. Maar ook herinneringen die hen droevig stemmen. Veel heeft hij gedaan, veel heeft hij mogen doen, kunnen doen. Maar niet alles. Hier en daar mogen we hem gedenken in het licht van u, in het licht van uw woord, het evangelie. Het licht dat gaat over ons leven, het licht dat gaat over ons sterven. Het licht dat gaat over het bestaan dat wij hebben geleid. Maar ook over de toekomst die u ons hebt bereid in Jezus Christus. En dan bidden wij of u zo ook bij ons wilt zijn. Dat dat licht van u ook bij ons binnen kan komen. Dat de woorden die we gaan horen, dat we die zullen ontvangen. Binnenlaten in ons hart, in onze gedachten. Ook al zijn we er misschien niet aan gewend, ook al hebben we er misschien helemaal geen lust in om ze te horen, maar wil door uw geest bewerken dat wij ervoor open zijn. En dat u zo ook bij ons binnen kunt komen om ons te bemoedigen. Ook in dit uur van afscheid. Ook op de gang die we straks maken naar het graf. En ook daarna. Op de weg van ons leven. Kom ons nabij. Door uw woord en geest. Dat bidden wij u. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. En wel 2 Korinthe 12, de versen 1 tot en met 9. En het wordt voor ons gelezen door Sven. Ik ga een stukje voorlezen wat Leen zelf uitgezocht heeft uit de Bijbel. En dat is een stukje uit 2 Korintiërs, die gaat over het paradijs. Er moet geroemd worden, het dient wel tot niets, maar ik zal komen op inzichten en openbaringen des Heren. Ik weet van een mens in Christus, 14 jaar is het geleden, of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het.
dat die persoon weggevoerd werd tot in een derde hemel. En ik weet van die persoon, of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet. God weet het. Dat hij weggevoerd werd naar het paradijs. En onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die een mens niet geoorloofd is uit te spreken. Over die persoon zal ik roemen. Maar over mijzelf zal ik niet roemen. Of het moest zijn in mijn zwakheden. Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn. Want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik onthoud mij ervan, omdat men mij niet meer toekennen dan wat men van mij ziet en hoort. En ook omdat het, ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven. En de engel des Satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Heer hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. En hij heeft op mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij komen. De laatste week voordat Leen stierf, toen mocht ik ook nog persoonlijk gebed voor hem uitspreken. En ja, zoals we net hoorden, is Leen angstig geweest in zijn leven. En daarom vind ik het fijn om nu te kunnen zeggen dat Leen eindelijk rust heeft. En daar gaat dit stukje ook zo mooi over. Dus Leen, pak je rust, want het is alleen om de genade alleen. Sven, bedankt. We zingen met elkaar gezang 449, God enkel licht. Zingen we zo aanstonds na de overdenking de aangegeven versen uit gezang 436.
Jezus neemt de zondaars aan. Martin, Helene, Peet en jullie, de kleinkinderen, Elise en Teun, Laura en Rick, Melanie en Sven, Patrick en Ole, familie Van Os, familie Noordam, vrienden, bekenden hier in de kerk en allen die meeluisteren via de wegen van de techniek en zoals we samen zijn in het huis van de Heer, gemeente van Jezus Christus. Martin heeft net dat in memoriam uitgesproken, dat had ik al van hem gekregen. En dat heb ik verschillende malen doorgelezen, want u moet weten, Leendert van Os heb ik nooit gekend. Toen ze mij een foto lieten zien, toen kon ik hem mij herinneren dat hij altijd daar zat, links in de kerk, vooraan. Dus ik ken hem niet. Maar door dat in memoriam denk ik dat ik hem toch een beetje heb leren kennen. Bedankt daarvoor. Maar wat heb ik dan ontdekt? Dat is nogal wat. Want als u meegeluisterd hebt naar dat in memoriam, dan hebben we gehoord dat hij geboren werd op 6 februari 1931. Dat zijn de crisisjaren. Heel Nederland kreunt onder de crisis. En dan is Leen 3 jaar oud en sterft zijn vader. En moeder moet maar zien dat ze het redt met dat sigarenfabriekje. En 7 jaar later hertrouwt zijn moeder en krijgt Leen een stiefvader. En 2 jaar later breekt de oorlog uit. En op 8 maart 1944 gaat hij naar school en ook weer naar huis. En dan wordt de boot waarop hij zit beschoten. Leen is dan 13 jaar oud. En een klasgenootje van hem komt om, evenals de kapitein van de boot. En uiteindelijk moet hij uit Andel weg vanwege oorlogsgeweld evacueren naar Friesland. En als dan eindelijk de oorlog afgelopen is en je blij bent dat je naar huis mag, dan kom je thuis in Andel en dan zie je dat andere mensen in je huis wonen. En Martin heeft in dat in memoriam nog veel meer gezegd over zijn leven. Maar nu weten wij vandaag aan de dag allemaal dat dingen die je meemaakt in je jonge jaren je voor de rest van je leven kunnen stempelen, tekenen. Die vormen je in je hele doen en laten. Leen heeft hard gewerkt. Dat heeft hij natuurlijk ook al geleerd van moeder, want ze moest wel werken om aan de kost te komen en haarzelf en Leen eten te kunnen geven. En haar oudste dochter. Leen heeft geleerd wat het is om wat onzekerheid is. Uit Gorinchem op weg naar huis. En dan die beschieting met zelfs een dood klasgenootje. Dat betekent, dingen kunnen zomaar gebeuren.
Zonder dat je erop gerekend hebt, maar het kan plaatsvinden. Je kunt er niks aan doen. Maar misschien dat je je erop zou kunnen voorbereiden. En luisterend naar dat in memoriam en al lezend, denk ik dat dat de rode draad is in het leven van, geweest is van Leendert van Os. In zijn leven dus, hè? Als jonge man, als echtgenoot, als vader, als opa, op zijn werk, in de kerk, in de maatschappij. Alles zelf afwegen, berekenen, met het oog op wat zou kunnen gaan gebeuren. Waarom al die berekeningen, die budgettering per week, per maand, per jaar? Waarom al die voorraden? Proberen om grip te hebben op alles. Om het onder controle te hebben, het zelf te kunnen sturen. Maar dat betekent, dan ben je altijd in zorg. Altijd knaagt dat. En daarbij komt dan nog dat hij ook nog heel punctueel was, nauwgezet. Het ging niet met de Franse slag. Wat hij deed moest goed zijn. Passend ook, uiteraard, bij een belastingambtenaar. Maar zo was hij, als ik het gelezen heb en hoor. In zijn werk, zijn gezin, op alle fronten. En nogmaals, op alle fronten, of dat dan was bij de, op zijn werk of bij de fanfare, of dat het was in de politiek of in de kerk. In al die functies die hij vervuld heeft hij zich ingezet met hart en ziel. En die levensinstelling hebben jullie ook ondervonden. Lijn was er. En hij was ook altijd wel bezig. En daarnaast kon hij ook genieten van een heleboel dingen. Zoals van muziek en van dansen. En dan ineens gebeurt er iets in zijn leven, 2002... dat zijn vrouw ziek wordt. Het onheil slaat toe. En hier passen geen berekeningen. Hier kun je je op voorbereiden en als het er is, word je overrompeld. Maar hij was er. Hij zorgde voor haar. Zo goed en zoveel als hij kon. En wist tegelijk dat hij machteloos was. Net als toen op die boot. En ze overleed 24 september 2002. En dan moet hij verder. Verder met zijn jongens. En dat gaat gelukkig jarenlang. Totdat hij van afwegen afnemende krachten moet verhuizen naar Woudrichem, woon- en verzorgingscomplex. En later weer naar Wijk aan Aalburg, Wijkenstein, de haven. Hoe moeilijk moet dat voor hem geweest zijn?
Woudrichem, Wijkenstein, ervaren dat je krachten lichamelijk en geestelijk afnemen. Somberheid, mistroostigheid. En dan dat verlangen naar houvast, naar troost, naar zekerheid, naar geborgenheid. En wat heeft, en dan de vragen natuurlijk, wat heeft al die inzet, die zorg die hij heeft geuit, gestalte heeft gegeven. Wat heeft al dat voorbereidende werk wat hij gedaan heeft, al die berekeningen die hij gemaakt heeft, wat heeft dat te betekenen gehad? En hij zal erover nagedacht hebben. Heb ik het wel goed gedaan? Heb ik wel genoeg gedaan? En dat niet alleen maar vragen voor zichzelf, maar de balans opmakend van zijn leven. Een bewogen leven. Voor Gods aangezicht. Want dat moet ook gezegd worden, bij alles wat er van Leen gezegd kan worden. Leen was een gelovig mens. Vertrouwde op God. En wilde hem dienen. Met zijn gaven van hoofd en hand en hart. En zo staat ook boven de rouwbrief: mijn genade is u genoeg. Dat is een Bijbelwoord. Mensen, excuus. Ik heb vergeten mijn telefoon uit te zetten. En als ik dat ding nou uit kan krijgen. Duizendmaal excuus. Maar dan staat er boven de rouwbrief: mijn genade is u genoeg. Dat is een Bijbelwoord. En dat is een woord wat hij eigenlijk zelf heeft uitgekozen. Ook door heel de schriftlezing die hij gekozen heeft. De hele orde van dienst die hij zelf heeft voorbereid. Mijn genade is u genoeg. Nou hebben we net zijn leven gehoord, hè, geschilderd in dat in memoriam. En dan staat daar boven: mijn genade is u genoeg. Dat zegt God daar dus over. Dat is de manier waarop God met mensen omgaat. Voor iemand zorgt. Alles wat hij doet. Mijn genade, en dat is genoeg. Meer heb je niet nodig. Nou, ik weet niet of er veel mensen hier in de kerk zijn vanmiddag die dat zomaar zouden accepteren. Als dat allemaal genade is, dat vanaf het begin, hè? 6 februari 1931 enzovoort. Mijn genade is je genoeg. Het klinkt bijna onmenselijk. Maar het werd wel gezegd door God tegen Paulus die een doorn in het vlees had. En wat dat precies geweest is, dat weten we niet. Maar het was wel iets waar hij heel veel verdriet van heeft gehad. Wat hem gehinderd heeft bij in zijn leven. En hij wilde er vanaf. En daar bad hij ook om, geregeld. Help mij hiervan af. Neem dit van mij weg. En dan zegt God: Paulus, mijn genade is je genoeg. Ik ben goed voor je. En dat is genoeg.
Ik help je er niet vanaf. Ik help je er wel doorheen. Ik help je er niet vanaf. Maar ik geef je de kracht om het te dragen. Mijn genade, dat is de liefde van God. Dat is de zorg van God. Dat is de leiding van God. De bescherming. Het is ook zijn vergeving. Zijn verzoening. Alleen, als dat dan tegen je gezegd wordt, mijn genade is u genoeg, dan moet je daar nog wel leren genoegen mee te nemen. En dat gold ook voor Leen van Os. Bange vragen hebben hem geplaagd in de laatste tijd van zijn leven. Ik zei het al. Heb ik het wel goed gedaan? Heb ik genoeg gedaan? En daarbij zal hij alle facetten van zijn leven wel voor zich hebben laten passeren. Zijn werk, zijn huwelijk, zijn gezin, zijn twee jongens, de kleinkinderen, zijn bezigheden in de kerk en op zoveel terreinen in de maatschappij. En bij alles wat hij genoten heeft. Ik hoop dat we met elkaar een beetje proeven de onrust die dat teweeg brengt. En dan juist op een moment dat je krachten wijken en bezwijken. Onrust totdat je rust vindt. En waar vind je die? Bij God. En zo ook Leen van Os. Hij nam zijn toevlucht tot de Heer Jezus. We hebben net Goede Vrijdag en Pasen gehad. En toen de geestelijk verzorgster in Wijkenstein met hem over deze dingen sprak, toen zei hij: ja, Jezus heeft eigenlijk alles al volbracht. Dat waren de laatste woorden die ze van hem heeft genoteerd. De laatste woorden van jullie vader en jullie opa. Ja, Jezus heeft alles al volbracht. Wat is dat? Dat is dat God zegt: mijn genade is u genoeg. Ik ben goed voor je en dat is genoeg. Maar ik zei het al, je moet wel leren om dat te beamen. En met die woorden van Leen: ja, hij heeft alles al volbracht. Zegt hij: mijn genade is u genoeg. Heren, zo is het. Dat is amen. En als nou Gods genade bij zo'n vol, lang en bewogen leven genoeg is, hoe zou dat dan voor ons zijn? En ik hoop en ik bid
dat het voor jullie, voor ons allen, ook genoeg is. Te leven van Gods genade. En ik zou zeggen, ga met God. En Hij zal met je zijn. Amen. Dank en bidden. Heren, wij danken u dat wij zo bij elkaar mogen zijn in uw licht bij dit afscheid van Leendert van Os. En dan willen we u danken voor zijn leven. U danken voor alle gaven van hoofd en hand en hart waarmee u hem gezegend hebt. Waarmee hij heeft mogen werken hier op aarde. Eerst met zijn moeder en zijn zus en zijn vader. En later ook zonder zijn vader, maar weer met zijn stiefvader. En met de kinderen van de stiefvader. Dat hij daarmee heeft mogen leven en werken en dienen. Te midden van familie en vrienden en bekenden. En later ook met zijn vrouw en met de kinderen en de kleinkinderen. Op zijn werk, in de kerk en in de maatschappij. Wij danken u, Heren, voor al het goede dat door hem heen uit uw hand ons is toegekomen. En wij bidden u, wil datgene wat hij gedaan heeft en het goede dat daarin was, wil dat ook bevestigen en zegenen. Dat het blijvend vrucht mag dragen. En zoals elk mens tekort schiet, zo zal ook hij tekortgeschoten zijn.
En wij bidden u, wil het genadig bedekken voor uw aangezicht. Maar stel ook ons in staat. Als er onder ons zijn die bij hem tekort gekomen zijn. Dat er dan ruimte mag zijn om te vergeven, om verder te kunnen. Heren, wij bidden u of u wilt zijn met de kinderen en de kleinkinderen, die ze verder moeten zonder hun vader en zonder hun opa. Geef dat al die dankbare herinneringen die er zijn, hen mogen blijven vergezellen. En dat ze hem zo ook in herinnering mogen houden. En wees ook met hen op het verdere van de levensweg. Laat uw genade hen vergezellen. Uw zorg, uw liefde, uw trouw, uw bescherming. Wees hun gids, hun leidsman op de weg van het leven. Want bij uw genade hoort niet alleen maar dat u voor ons zorgt in dit leven, maar ook over de grens van dit aardse leven heen, zoals Leen dat ook wist. Dat hij op weg was naar u en naar uw toekomst. Dat u geeft wat u hebt beloofd. Dat u binnenbrengt bij u in uw heerlijkheid, in dat hemels paradijs. En Heere, geef dan dat het later weer tot een ontmoeting mag worden. En dat ze elkaar mogen begroeten in uw naam. Wij bidden u voor onszelf hier. Wij bidden u voor allen die verdriet kennen, die rouw dragen, die moeten leven met een lege plaats. Die op een moment als dit zozeer weer hun eigen verdriet kunnen ervaren. Wees troostend nabij. Wij bidden u, ga met ons als we op weg gaan naar de begraafplaats. Om het lichaam van Leen neer te leggen in de aarde als een zaad in de akker van de hoop. Doe ons dan op u zien, Heer Jezus Christus, die de dood bent ingegaan voor ons om op de paasmorgen te verrijzen, de dood overwinnend en voor ons een weg banend door de dood naar eeuwig leven bij u. Houd ons zo vast in geloof en geef ons kracht. Ga met ons ook het verdere van de levensweg, wie we ook zijn, waar we ook gaan, wat ook onze verantwoordelijkheid is. Houd over ons uitgestrekt uw zegenende handen en laat uw genade ons allen genoeg zijn. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Mag ik aan u allen vragen, voor zover u daartoe in staat bent om te gaan staan. Om de laatste eer te brengen aan Leendert van Os. Om recht te doen aan zijn leven en sterven staan we hier rondom het lichaam dat ons van hem is overgebleven. We houden daarbij onze ogen gericht op Jezus Christus die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Meer dan zijn lichaam is ons zijn naam gebleven.
En die spreken wij hier uit in verbondenheid. Leendert van ons. Die naam heeft hij van mensen ontvangen. En daarmee wordt hij gekend, ook al is hij gestorven. Maar bedenk, die naam staat geschreven in de palm van Gods hand. Aan het begin van zijn leven werd Leen gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ten teken van onze hoop, dat God aan hem een nieuw en onsterfelijk lichaam geven zal. En om te getuigen van ons geloof in de wederopstanding van het lichaam, zegen ik zijn lichaam in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Laten we zo aanstonds gaan in vrede. Om Leen, die wij dit uur voor het laatst in ons midden mochten hebben, weg te dragen naar zijn graf. Wij geven hem uit handen. Wij leggen hem straks neer in de aarde. Bij zijn lieve vrouw, jullie lieve moeder en oma. Maar ten diepste, wij leggen hem in de handen van de levende God. Zingen we samen het aangegeven lied. Thank you.
We gaan zo aanstonds van hier naar de begraafplaats. Daarna ontmoeten we elkaar nog. En dan daarna gaan we weer allen onze eigen weg. Op de weg die we gaan, mag ik u meegeven de zegen van onze God. Dat is een belofte. Waar u ook bent, wat u ook overkomt, weet, ik ben er voor u, voor jou. Open daarvoor uw hart en ontvang Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij aan blijven met jullie allemaal. Amen. Liefde kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden hier, ook in de kerk en thuis met ons verbonden. Wij zijn met elkaar gekomen aan het einde van de dienst hier in de kerk. En dan breekt ook dat moeilijke moment aan dat wij met elkaar jullie lieve vader, schoonvader en opa moeten gaan begeleiden naar zijn laatste aardse rustplaats hier op de algemene begraafplaats in Andel. Dus niet hier, maar in Andel. We zullen daar met de auto met elkaar naartoe gaan. En voelt u zich vrij om achter de familie en de rouwauto aan te sluiten als u meegaat. Uiteraard mag u ook op eigen gelegenheid naar de begraafplaats in Andel. We zullen gebruik maken van de parkeerplaats bij de begraafplaats. Dus als u van de provinciale weg afkomt richting Andel, dan krijgt u de begraafplaats aan uw rechterhand. Dan neemt u de eerste ingang en daar kunt u ook uw auto parkeren. Daar zullen we verzamelen en dan zullen we gezamenlijk naar het graf gaan. Als wij naar het graf gaan en daar vandaan terugkomen, wil ik u vragen om dat in alle rust en stilte te doen. En nadat wij meneer Van Os hebben begraven, wordt u van harte uitgenodigd om met elkaar mee te gaan naar het hervormd centrum De Ark. De burgemeester van de Schanstraat in Andel, en daar staat voor u een kopje koffie gereed. En na het koffiedrinken heeft u dan de gelegenheid om de familie nog verder te ontmoeten. Mag ik nu Elise, Laura, Melanie en Patrick vragen om de plaatsen naast opa weer in te willen nemen. En dan is nu het ogenblik aangebroken dat wij meneer Van Os uitgeleiden zullen doen hier uit de kerk. Net als bij binnenkomst zal zijn gezin hem daarbij begeleiden. Alle overige familie en vrienden die hier aanwezig wil ik vragen om even te wachten totdat ik bij u terugkom om u achter de familie aan te sluiten. En terwijl meneer Van Os zal worden uitgedragen, kunt u luisteren naar de klanken van het lied Veilig in Jezus' Armen. Thank you.
buiten vrij.